je Gandalf. Hé, hey, meneertje Gandalf. Ja. Ja. Dat is glad dat jullie even zien. Nou, het ziet er gezond uit, hè? Japanse roerbakgroenten. Ja, lieve vrienden, ik ben al een hele tijd eruit, hoor. Dus let daar niet op. Maar het is al inmiddels 13:52 en ik moet nog eten. Ja, ook de eeuwen hebben eten gehad, kan nog eten eten gehad. Rijke krijgt zo eten, maar die is een beetje uit haar hummetje. Ja, die, ik denk dat ze weer een beetje pijn heeft. Mijn kettingen zitten ook niet goed. Nee. Oké, maar in ieder geval, de huishoudelijke hulp is al geweest. Ik heb ik weet niet hoe lang met Karen aan de telefoon gezeten. Want mijn telefoon die gaf aan dat hij leeg was. En ik heb ook weer een gemist oproep. Kan dat nog toch? Steeds Karen, die blijft er maar in staan. Hè. Ik snap dat niet meer. Het zal mij een worst wezen. Ja, in ieder geval een heel rare, vreemde ochtend werd het. Ik was bezig in de douche. En toen ging de telefoon. Mag ik wel wat eerder beginnen? Oké, dat is ook niet gepland in mijn hoofd. Nee, 12 uur is 12 uur bij mij en dan wou ze eerder beginnen. Ik denk, nee, oké, dan zijn we ook maar eerder klaar. En dan zit ik naar beneden met half make-up eraf en ik heb de boel open gedaan voor haar. En ik ga weer naar boven toe. En ging telefoon en er was Karin en ja. Maar oké, okay, heel rare vreemde ochtend en ik ben net pas weer thuis met Rijken, want ja, dat liep allemaal uit. En zit er eentje. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboelen. Ja, ja. Hé, Ewin? Ja, hé. Ja, meisje. Nou, en ik was wat vergeten. Rijke haar blikje vlees was op. Ik zag gisteren uit de vriezer gepakt hebben. Helemaal vergeten. Wat ik wou dan, ze moet wel eten, want ze moet er mee zijn. Gewoon een broodje klaargemaakt met vlees waren erop. Ja hoor! Krijg ze ook eten. Ja toch? En dan vanavond gewoon, ja, peentje dat. Ik heb buiten staan, want het moet ontdooien. Dus in het zonnetje. En dan komt het allemaal wel weer goed. Hé, hey, ja, en we houden gewoon goede moed. Gisteren zou ik een vlog in elkaar zetten, dat is niet gelukt, want iedere keer sprong die programma op tilt, die deed helemaal niks meer. En ja, ik denk, nou, morgen nog een dag. Ik heb het 5-6 keer gedaan, maar toen was ik het genoeg. Was het zat, ik denk, ik ga een plaatje maken en dan even blikken. Ja, maar hij zit niet goed, ik heb dat niet goed van achter. Ik weet het niet, trekt. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen dat hij trekt. Iemand anders moet dat eigenlijk even doen, want ik zie dat niet. Ik heb daar geen ogen op, maar er zit daar twee lintjes. En ik voel, ja, als ik zo voel, dan zit die strik niet helemaal in het midden. Maar, en dat de ene kant korter is dan de andere kant. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Maar ik moet eigenlijk een ander even voor me doen. Maar ja, ik heb niet een ander bij me, dus ja. Had ik het vanochtend wel aan dat meisje kunnen vragen, maar dat mag eigenlijk niet. Hè? Je mag niet van elkaar zitten, nee. Dus ja, komt ook. Ja, ik weet niet hoe dat verder moet goed krijgen. Maar in ieder geval, ik hoor Gandalf brullen. Ja, dus die laten we er even weer door. Meneertje Gandalf. Hé, hey, meneertje Gandalf. Ja. Hé, hey, wat doe je toch allemaal? Je plakt je helemaal kaal daar op je kont. Helemaal niet doen, oude spinnenkop. Nee, ja. Moet je niet doen. Moet je niet doen. Hé, moet je niet doen.
Wat voor dikkie. Hé, hallo, wat je doen? Maar oké, ik zal Rijke ook haar bakje met eten gaan geven. Want die wil absoluut nou niet komen uit de mond. Want ik weet het niet. Ja, misschien dat ze pijn heeft, ik veel. Maar ze moet. Ze moet ook de medicijnen hebben. En dat moet tijdens het eten of na het eten. Dus ja, dat potje neem ik ook even mee die kant op. En ja, en natuurlijk, ik zei al hartelijk welkom bij een nieuwe vlog, maar ik vergeet te zeggen, het is woensdag 22 juli en we leven om 13:57. Ook dat nog een keer. Ja, ik ben een beetje helemaal chaotisch en een beetje in de war, maar ik weet ook niet hoe dat komt. Het wil even niet. Nee, omdat ik ook heel raar ben wakker geworden en alles begon eigenlijk vreemd en raar. Ja, ik kan niet weten. En ook de gemeente hier is gek. Ze geven geen solo drie's meer. Of de nieuwe solo's. Mijn vriendin die rijdt al jaren solo. Al langer dan ik. Maar ze was ook toe aan een nieuwe. Ze kreeg er niet één. Pardon? Als je eenmaal een solo hebt, zijn ze verplicht om je weer een solo te geven. Simpel. Want die andere dingen zijn allemaal veel stugger. Ja, en dat mogen wij niet hebben. Maar oké, ik ben nog niet aan een nieuwe toe. Lang niet, nee. Maar in ieder geval, had dus wel een nieuwe. En nou heeft ze er eentje gekocht. Ik doe maar duur, waar haal je het geld in vredesnaam vandaan? Zeker meer geld dan ik. Ik weet niet, maar oké. In ieder geval, maar ja, dat onderhoud moet je ook zelf doen, weet je. Nou schijnt ze wel, weet ik veel waar, ergens een maatje te hebben zitten. Waar weet ik niet eens meer, maar niet hier en ook niet dicht bij de deur. Nee, in Nederland weg. En die maakt dat allemaal, maar dan moet hij dan ook daar wel naartoe, weet je. En dan is ze lid van de Wegenwacht. Nou, wat de Wegenwacht aan jouw scootmobiel kan doen, dat weet ik niet. Maar dat heb ik nog nooit eerder gehoord dat ze... ook bij scootmobielen komen. Nee, heb ik nog nooit eerder van gehoord. Maar het zal aan mij leggen, ik weet het niet. Hè? Nee, ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, zij heeft nou een nieuwe. Ze heeft enkel haar stoel, wat op de oude solo zat, heeft ze eraf gehaald. Want zij kan niet tegen leer of wat dan ook. Zij heeft een verstof, wol geloof ik weet het niet. Dat lijkt me trouwens ook ja, niet echt goed, maar wie ben ik? Maar in ieder geval is hetzelfde stoelen verwisseld met behulp, maar I don't know verder. Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga hier ook verder, zoals jullie, zoals mezelf. En ik spreek jullie later gewoon weer. Ja toch? Tot later dan. Doei! Ja, lieve vrienden, een hele goede middag vanaf deze kant. Ik heb al een film gerenderd. Die is nou bezig om op YouTube te komen. Ik ga bezig met de volgende. Zoals jullie zien heb ik me omgekleed. Nee, het is geen andere dag. Nee, het is nog steeds woensdag 22 juli. Dus ja, dat nog niet gedaan, ik was nog jullie. Nou ja, oké, maakt niet uit. Maar ik kreeg het koud. Sowieso koude voeten. En als mijn voeten koud worden, word ik helemaal koud. Ik denk, dat vind ik niet lekker, vind ik niet prettig. Dus ik ga naar boven toe, mij warmer aankleden. Ja, want ik had blote voetjes, nou ja, sandaaltjes aan. Maar nee, het werd mij toch op een gegeven moment koud, want de zon die is hier verdwenen. Het is hier bewolkt. Ja, het was hier wel een zonneschijn en de hemel blauw, maar nee, de bewolking kwam erbij. Niet leuk, nee, echt niet. Ik heb Rijka weer behandeld en ik heb Kando behandeld, omdat die altijd een heel buiten is. Ja, komt een beetje ook onder het looien. Maar die heb ik ook behandeld en een pipetje zijn nek leeg geknepen. Nou is het alleen nog eeuwen nog, maar ja. Een kat strippelt meer tegen dan een hond. Een hond kan het aanleggen, maar een kat niet. Althans, liever mij niet.
Dus Ewin die had nogal van die vlijmscherpe nageltjes. Dus dat moet ik even op een andere manier proberen te gaan doen. Maar dat probeer ik morgen. Okay, dan, want dan moet ik met mijn handen doen gewoon pijn. Omdat ik kandel helemaal shock en klem moest houden. Want die werkt ook best tegen. Nou, dat is gewoon niet leuk. Maar ja, daar is de kat voor. Maar het is in ieder geval gebeurd en dat is belangrijk. En nou is het morgen even Ewin en dan is dat ook gebeurd voor de eerste 3 maanden. Ik hoor een hoop, maar weinig lol. De buurman is om de avond bezig. En vanochtend ook, jeetje Maria, ik stond mij eigen in de douche op te maken. Want ik was daar nog niet mee klaar dat dat meisje kwam voor de huishoudelijke zorg. Want die was te vroeg. Die stond even bij me, want zij is ook eentje van de make-up. En die keek dus weer af hoe ik het deed. En maar, we schrokken ons beide, ik weet niet wat. Dat ik kon gelijk weer wat weghalen, want ik schoot uit van de schrik. En zij stond ook te stuiteren, want de buurman die begon een en een te boren. Nou ja, en dat klinkt zo door, vooral als je in een douche staat. Nou, het lijkt net of het nog veel heftiger is dan dat het is. Dus ja, en ik weet ook niet waar hij aan het horen was. Maar dat doet er ook niet toe, dat maakt mij niks niet uit. Maar ja, hij is altijd maar bezig. Ik bedoel, zodra hij thuis is, vakantie heeft, wat dan ook. Hij is altijd bezig aan het huis. En dat denk ik ook wel eens. Komt dat ooit af? Ja, dat moet er eens een keer afkomen. Kijk, ik wou dat ik geld genoeg had. Want dan liet ik die hele zorg realiseren. Maar het is niet mijn huis, weet je. Hij heeft zijn eigen huis. Hij heeft het gekocht. Het is een huurhuis. Ik kan niks beginnen. En daar baal ik wel stierlijk van. Want dit moeten ze eigenlijk mij vergoeden. Ik bedoel, toen heeft iemand dat bevroren allemaal destijds. Ik moet die brief nodig eens een keer opgezoeken. Ik weet niet wat die is. Maar ja, we zullen het beleven. Maar het komt wel goed. En als ik die brief maar ooit zal en kan en mag vinden, dan denk ik wel dat ik het voorgoed kan krijgen. Maar dat is niet zeker, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga weer door met mijn werk. En ja, wat jullie te doen hebben, weet ik ook niet. Maar misschien zit je nou wel video's van mij te kijken, vlogs. Ja, misschien zit je wel op mijn kanaal te kijken, dat weet ik niet. Maar veel plezier daarbij. En zet er maar wat onder. Heb je vragen? Vraag gerust hoor, dat kun je ook weer onder zetten. En vergeet niet te abonneren en op de duimpje te klikken. En hoe je hem klikt, of die nou zo is of zo, klik er maar op. Maakt niet uit, als je het maar leuk vindt. En vraag dat vrij. Wil je iets hebben dat ik laat zien of dat ik iets ga doen? Whatever. Kom maar op hoor, ik vind het leuk. Ja, en nee, ik ben niet iemand die challenge aangaat. Want ik ben minder verliefd. Karen die wel al dolgraag hebben dat ik iets met één hand ga doen. Nou, ik heb vannacht ook opstaan en denken, ja, maar hoe wil je dat hebben? Zij staat bij een aanrecht. Ik zit erbij. Zij kan er ellebogen ervoor beleggen, maar ik niet. Dat gaat even. Ik heb dat uitgeprobeerd, maar dat gaat niet. Nee, omdat ik erbij zit en ik kan dat niet staan doen. Dat gaat mij niet lukken. Ja, hoe ze het wil hebben, weet het niet. Maar ja, doet er niet toe. Koffie misschien, dat kijk met één hand. Ja, maar oké, er zijn misschien wel dingen wat ik wel kan. Ja, ik bedoel, ik kan ook wel een beetje knutselen en doen. Maar dan moet je ook zin in hebben. Het weer moet er, bij wijze van spreken, er niet naar staan. Het is geen zomerding voor mij. Nee, ik doe dat dan meer weer in de winter. Lekker knutselen. Maar dat is ook maar, je moet er zin in hebben. Je hebt er ook niet altijd zin in. Je hoofd moet erbij staan. Dan maak ik liever plaatjes. Zowel voor jullie, zowel voor Facebook. Ja toch? Maar oké, vraag maar. Kom op met jullie vragen. Dan gaan we dat proberen. Ja toch? Ze zeggen tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Een hele goede, liefdevolle avond gewenst. Dat is
1933 en dat nog steeds wel op de 22e, op woensdag 22 juli. Ik heb mijn eten voor mijn neus en ik zeg lekker ja. Weet het nog niet, moet het ook nog proeven, maar het is gewoon alleen maar groenten, spekjes en uien. Japanse roerbakgroenten. Ik had geen zin om eigenlijk eten te koken, maar ik moet toch wel weer iets wat warms naar binnen hebben dan enkel mijn brood of bloedrols of wat dan ook. Ik moet er even vitamintjes op bouwen, ja. Dus ik laat het jullie even zien. Nou, het ziet er gezond uit, hè? Japanse roerbakgroenten, er zit, ja, weet ik wat er allemaal in zit. Ik heb het wel gelezen, maar ik weet het niet meer. Die champignonnen, dat zijn, ik weet niet meer. Nee, geen gewone in ieder geval, nee. Maar in ieder geval, dat ga ik lekker nuttiger. Ik heb nog meer en dan denk ik dat ik er morgen bij wijze spreken. Als ik dat nog in huis heb, moet ik even kijken. Rijst er doorheen doen. Dan heb ik ook weer een paar dagen eten. Ja, want ik heb nog wat in de koekenpan. Dat kan ik jullie ook laten zien. Nou, ik heb de tekst er al op. Dat ziet er gewoon lekker uit. Nou, denk ik dat ik rijst er doorheen doe. Ja, heb ik nog. Ik noem geen merk, maar het zit in builtjes. Is lekker zomerklaar. Dus ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga dat lekker nuttigen. En ik wens jullie natuurlijk nogmaals een hele fijne liefdevolle avond. En voor later, ja, wensen Rijka, Ewin, Kandalf en ik, Corina in de Beestenboel, jullie natuurlijk een welterusten met mooie dromen. Gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg tot dan. Doei!